Op de Voorschoterweg in Leiden zijn een fietser en een motorrijder donderdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk. De fietser is hierbij zwaar gewond geraakt en liep onder andere een open beenbreuk op. Ook de motorrijder raakte gewond. Een traumahelikopter kwam ter plaatse en landde op de Voorschoterweg om medische assistentie te bieden. Zowel de fietser als de motorrijder zijn per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Ook kwam het team Forensische Opsporing Verkeer met spoed ter plaatse om de toedracht van het ongeval te onderzoeken. De drukke Voorschoterweg was enige tijd volledig afgesloten voor verkeer.